Wel nee, dat is de realiteit, zeggen anderen. Geld geven is zinloos, laten ze het zelf oplossen, want dit is Pakistan, een kernmogendheid, het land van de Taliban, waar op 11 september gejaagd werd. Dat zijn de oude extremistische groepen. Je kunt je het wel afvragen, stel je nou eens voor dat wij helemaal niet zouden helpen, die mensen die daar werkelijk in nodig zijn, die geen huis en onderkomen hebben. Wat zou er dan gebeuren? Waarschijnlijk zou het extremisme alleen maar toenemen. En wat doen de buurlanden eigenlijk? Lees je ook? Of klok hieraan het geld? Ben ik erg voor. Dus ik ben erg voor dat we ook uit zo'n oefeningen halen, ook uit de buurlanden betaald. De ramp in Pakistan heeft een felle discussie losgemaakt. Met vragen of het geld wel goed terecht komt. Opmerkingen dat het geen pas geeft zo te redeneren. En dat de mensen om wie het gaat het allemaal niet kunnen helpen. Wat vindt u ervan dat u geconfronteerd wordt met deze geluiden? Ik begrijp ze voor een deel. Want ik denk, mensen lezen de krant, kijken tv en zien dat er een land is waar van alles aan de orde is. Aan extremisme, aan zaken waarvan je zegt dat is niet goed voor de wereldorde. Dat begrijp ik. Wat ik minder makkelijk begrijp is dat mensen daarmee eigenlijk heel makkelijk een excuus vinden om niets te doen aan deze geweldige ramp, want dat is het. Volgens de Verenigde Naties lopen zeker 3,5 miljoen kinderen in Pakistan de kans om ziektes als cholera en dysenterie op te lopen.